Dankzij de regen draaide de Grand Prix van Monaco dit jaar uit op een prachtig spektakelstuk. En uiteindelijk was het Max Verstappen die er in de straten van Monte Carlo met de overwinning vandoor ging. Hoog tijd dus om terug te blikken op de race. En vandaag doen we dat met Jeroen Blekemolen. Uh, ja, Jeroen, uh, vaak staat de Grand Prix van Monaco bekend als een optocht met weinig inhaalacties. Maar dit jaar liep dat net even anders. Uh, hoe heb jij de race beleefd? Nou ja, het was toch wel weer echt een hoop uh, spektakel. En eigenlijk, uh, als je gewoon door de jaren heen kijkt, is Monaco altijd wel een race waar heel veel gebeurt. Uh, waar onverwachte dingen gebeuren. En ook uh, nu weer, natuurlijk, de regen, ja, de dreiging was er al, de hele wedstrijd. En uh, ja, als het dan echt naar beneden komt, uh, je zag hoe glad het werd, dan uh, wordt het in één keer heel spannend. Ja, en het werd uiteindelijk een masterclass van Max Verstappen in Monaco. Hij startte vanaf pole position en wist uiteindelijk voor de tweede keer in het Prinsdom te winnen. En dat op een voorsprong van 28 seconden. Wat was volgens jou nou het meest bepalend voor zijn race? Nou ja, eigenlijk deed Red Bull gewoon weer alles goed. Uh, ook qua strategie, uh, de pitstop goed getimed. En ja, daar pakten ze toch wel het voordeel mee. Uh, Alonso, die uiteindelijk twee pitstops maakte, uh, een gokje nam. Wat ik ook een mooie keuze vond. Hè? Want uiteindelijk, uh, ja, hij, hij zocht toch wel de uitdaging op. Misschien dat je dan die wedstrijd naar je toe kan trekken. Die lukte niet. Um, ja, en Red Bull doet gewoon eigenlijk dan alles goed. Ja, en waar wist hij dan het verschil te maken ten opzichte van nou, bijvoorbeeld een Alonso in de race? Nou, ik denk sowieso de snelheid was wat beter. Hij was gewoon de snelste op de baan. Uh, en kon gewoon langzaam zijn voorsprong steeds uitbreiden. Uh, op de goede momenten gas geven. Um, in het begin zag je dat hij ook band aan het sparen was. Peres die op dat moment uh, van achter moest komen. En veel sneller was, zeker de eerste paar ronden. Uh, maar dat maakt niet uit. Weet je. Hij had gewoon uh, die marge. En uh, elke ronde een paar tienden uh, erbij pakken. En uiteindelijk uh, daarmee gewoon een, uh, een mooi gat geslagen. Ja. Verstappen die noemde na afloop ook een uh, goed uitgevoerde race. En op tactisch vlak kreeg we er ook best wel veel van mee. We worden veel radiobericht tussen Verstappen en zijn uh, engineer Jean-Pierreau. Wat viel jou nou het meest op aan de communicatie tussen die twee? Nou, hoe uh, relaxed ze eigenlijk zijn. Dat is wel het mooiste. Het gaat gewoon zo natuurlijk. Um, en ze hoeven eigenlijk bijna niks te zeggen, want ze begrijpen elkaar gewoon meteen. En dat is wel uh, uniek ook aan Max Verstappen, dat hij ook in Monaco tussen de muren... Want vergeet dat niet, een, een foutje is zo gemaakt in Monaco. Je moet gewoon scherp blijven. Maar ook dan uh, is er nog ruimte voor grapjes. En uh, ja, gewoon uh, ja, hoe relaxed dat gaat, is wel uniek. Ja, uh, dankzij die dominante zege heeft Verstappen nu ook een uh, flinke slag kunnen slaan in de strijd om de wereldtitel. Hè. Hij is verder uitgelopen op zowel Perez als Alonso en heeft nu voorsprong van 39 punten. In hoeverre kunnen we nog spreken van een uh, titelstrijd, denk je? Nou, ja, die is nu denk ik wel een beetje voorbij. Hè. Als je gewoon reëel bent, Perez die uh, had hem hier wel. Uh, nou, die had moeten gaan inlopen en uh, nu uh, gewoon geen punten pakken. Ja, die doet echt pijn. Uh, voor, voor zover hij nog hoop had. En dat had hij volgens mij best wel. Uh, kan je nu wel zeggen dat dat echt uh, gedaan is tussen die twee. Je weet nu wie er wereldkampioen gaat worden en uh, ja, wie er dan waarschijnlijk gewoon tweede gaat worden. Ja, want ja, je hebt het al over Sergio Perez. Voor hem kon het contrast eigenlijk uh, niet groter zijn. Vorig jaar won hij nog in Monaco. Dit jaar kende hij uh, ja, die mislukte kwalificatie. Een puntloze race, waarbij hij op uh, twee ronden achterstand van Verstappen over de finish kwam. Wat doet dat met hem, denk je, als coureur en teamgenoot? Ja, deze doet echt uh, enorm pijn. Uh, natuurlijk de fout in de kwalificatie is een fout die je niet mag maken in Q1 eigenlijk. Zeker um, dus, in Monaco. Ja, je weet gewoon, Monaco, het is, dat is overleven. Uh, en je moet er op het einde staan en uh, ja, dat je dan Q1 uh, die auto in de muur zet. Terwijl je gewoon weet, Q1 kun je overleven met de Red Bull. Uh, ja, eigenlijk als je een matig rondje rijdt, dan sta je er al bij. Dus uh, die was gewoon niet handig. Ja, dan start je achteraan. Dat hij snel is in Monaco, dat is wel duidelijk. Want uiteindelijk zag je ook echt wel snelle tijden als hij vrije baan had. Maar ja, hij heeft het wel echt een beetje weggegooid hier. Ja, en het was sowieso eigenlijk een uh, ja, niet echt vlekkeloze race te noemen. Hè? ging eigenlijk van kwaad tot erger. Moest vanaf P20 starten, had dan een moment met Stroll. Twee ronden later belandde hij op de achterkant van Magnussen. En in ronde 55 kreeg hij nog een flinke tik van George Russell. Wat kenmerkte volgens jou nou zijn race in Monaco? Nou ja, eigenlijk waar die begint, dat je gewoon achteraan moet beginnen en dan weet je al dat het gewoon heel moeilijk wordt inhalen is gewoon bijna onmogelijk in Monaco. Um, dan ga je risico's nemen, ja, dan krijg je allerlei van dit soort situaties uh, waar je er gewoon ook niet meer mee wegkomt. Dus echt wel een heel moeilijk weekend voor hem door de kwalificatie. Maar heeft hij dan ook te veel risico genomen in jou? Uh... Ja, je moet wel risico nemen om naar voren te komen. Dus op zich, ja, ik, ik waardeer het ook wel weer om te zien dat hij dan wel ervoor gaat. Maar ja, je weet gewoon, Monaco, het is bijna onmogelijk. Dus ja, het, het werd hem gewoon niet. Een uh, ja, moeilijk weekend, uh, wat, wat eigenlijk steeds moeilijker werd. En dan, uh, ja, als het dan eenmaal tegen zit in een wedstrijd, dan uh, ga je eigenlijk alleen maar achteruit. En hij zegt nu wel van, ja, ik heb nu echt zegens nodig om dan nog wel hè, voor die titel te kunnen gaan. Uh, hoe zie jij dat? Ja, nou goed, je moet gewoon reëel zijn. En ik denk dat dat, uh, ja, dat hij dat misschien niet helemaal is. Zijn vader die, uh, noemt het een uh, strijd tussen Senna en Prost. Vergelijkwaardig, zeg maar. Ja, ik, uh, ik denk alleen maar van, kijk gewoon naar, hè, naar de verhoudingen. En natuurlijk, uh, hij heeft ook twee wedstrijden wel gewonnen. Maar ja, als je reëel bent, gewoon op een heel seizoen gezien, is je gewoon niet sterk genoeg om, uh, ja, om die strijd aan te gaan. Ja, dan naar Fernando Alonso. Want hij behaalde zijn vijfde podium in zes races. En ook zijn beste resultaat van het seizoen, P2. Toch verliep uh, de race niet helemaal vlekkeloos. Want in ronde 54 ging hij naar de mediums. Je had het er even over. Een ronde later moest hij dan alsnog naar binnen voor de Inters. Hoe beoordeel jij die call van het team? Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie keuze. Um, op dat moment kon je niet helemaal ervan uitgaan dat het echt nat ging worden. Het begon te regenen. Um, iemand moest in de aanval en dat was in dit geval uh, Alonso, die gewoon vol in de aanval ging, pakt dan uiteindelijk sliks. En uh, ja hoopte natuurlijk dat hij daarmee uh, ja, hoopt natuurlijk dat de baan droog genoeg bleef um, en dat je daarmee toch voor de overwinning kan gaan. Hij pakte verkeerd uit, maar hij had de ruimte naar achter ook naar kon. Dus uh, ja, waarom ook niet. Weet je, je moet gewoon risico's nemen. Uh, dat was de enige kans geweest om, uh, om de overwinning te pakken. En ja, je weet eigenlijk wel dat het misschien de foute keuze is. Maar ja, ik vind de, de moed die ze daarmee uh, nemen, zeg maar dat ze toch voor gaan. Uh, ja, ik vind het wel mooi. Ja, dat bewonder je wel. Ja, zeker. Uh, je, je rijdt tweede. Het werd sowieso tweede. Maar ja, als je nu de mazzel hebt en je, je gokt eigenlijk goed, dan, dan je, had het een zege kunnen zijn. Precies, had hij zomaar ja. kunnen winnen. Ja. Uh, waar denk ik heel veel mensen stiekem wel een beetje op hoopten. Uh, maar goed, uh, P2, ik denk dat hij heel uh, tevreden mag zijn. Precies. Ja, en uh, achteraf kun je dan nog denken: ja, had Alonso nog kans gehad op die overwinning als hij direct naar de Intermediates was gegaan? Hoe denk jij erover? Uh, ik denk het eigenlijk niet. Uh, uiteindelijk, uh, als je qua pitstoptijd kijkt, was hij heel dichtbij Verstappen gekomen. Uh, had hij echt op een paar seconden gereden. Alleen uh, ook daar inhalen is gewoon bijna onmogelijk. En Verstappen was gewoon aan het controleren. Die heeft ook rondjes. Eigenlijk langzamer gereden dan dat hij kon. Uh, gewoon om, om, om veilig te zijn. Aan de andere kant, je zag hem ook een paar keer in de muur raken. Dus uh, zo veilig was het ook niet. Maar mm. ja, uh, hij had gewoon de marge. Ja. Voor uh, Esteban Ocon was het ook feest. Want hij vierde zijn eerste podium van het seizoen. En dat terwijl hij in de afloop zei. Nou, ik had van tevoren sowieso getekend voor een plek in de top 10. En dat werd dus uh, P3. In hoeverre is dit resultaat nou het gevolg van de omstandigheden? Denk bijvoorbeeld aan het circuit en die Kritschel van Leclerc versus de vooruitgang van het team zelf. Nou, ik denk dat hij uh, heel trots mag zijn, omdat hij uh, zo een goede kwalificatie neer heeft gezet. Uh, het was echt bizar, maar ineens stond hij p1. Uh, in één keer pakte hij de snelste tijd, waar niemand rekening mee had gehouden. Mm -hmm. Uiteindelijk zakte hij dan wel wat terug en werd hij vierde en ja, met de kritstraf van uh, Leclerc dan toch nog derde. Maar ja, gewoon ijzersterk. Hij staat ook gewoon wel op één tiende van een seconde van de pol van verstappen af. Dus uh, ja, echt wel heel knap. En hebben zij dan uh, ja, nu iets weten te vinden, denk je? Of lag dit vooral dan aan het circuit? Nou, het is denk ik een combinatie van. Hij voelde zich goed uh, thuis op de baan. Um, en in Monaco kun je dan als rijder echt wel wat meer doen. En uh, ja, als je gewoon op een tiende van uh, de Red Bull staat. Met Max Verstappen erin. Dan heb je dat wel echt heel goed gedaan uh, met een Alpine. Ja, precies. En wie ook dacht mee te kunnen vechten om het podium. Dat was George Russell. Hij lag in ronde 54 nog op P3. Maar na zijn pitstop naar de Inter schoot hij van de baan. En toen hij zijn weg wilde vervolgen, ja, toen crashte hij met pres. Hoe kijk jij naar dat uh, incident? Ja, die was niet handig. Het uh, was voor hem ook uh, ja, een lastige race. Hamilton, die uh, sowieso een sterk weekend had. En dan zit je al een beetje achter je teamgenoot aan te jagen, zeg maar. Uh, dan in Monaco, dan komen de foutjes er vaak wel bij. En uh, ja, een foutje wordt meteen afgestraft. En dat was in dit geval natuurlijk ook zo. ja. En was dat dan? Hij zei ook ja van ik had niet niet gezien. Zijn dat dan de omstandigheden of de druk die hij dan voelt? Of wat is dat denk je? Ja, ik denk ook dat het een beetje is dat je toch wel je teamgenoot wil verslaan. Dat Hamilton er ook gewoon goed er vol op zit zeg maar. En ja, dat je op dat moment toch wel probeert om nog wat meer te doen. Ja, en meer is in dit geval werd het een hoop minder. Ja, precies. Uh, voor Mercedes was het qua punten uh, natuurlijk een prima race. P4 voor Hamilton, P5 voor Russell. En daarmee staat het team in de WK-stand uh, nog maar één punt achter ten opzichte van Aston Martin. Daarbij hebben ze in Monaco natuurlijk ook flink wat updates uh, geïntroduceerd. Wat verwacht jij van Mercedes voor de komende races? Ja, ik vind wel dat ze een sterke indruk uh, hebben achtergelaten. Een nieuw concept nu, uh, andere sidepods eindelijk. Want uh, ja, ze zijn eindelijk afgestapt van hun eigen concept. En uh, nu iets meer de rest gekopieerd, zeg maar. Um, ik denk dat Barcelona een beter beeld gaat geven. Omdat dat ook een circuit is waar uh, ja, eigenlijk, uh, de verhoudingen normaal wel duidelijk zijn. Monaco is natuurlijk altijd een bijzonder weekend. Uh, daar kan je als rijder wat meer doen. Het is daar ook een beetje casino, letterlijk. Uh, dus ja, Barcelona, dan zullen we. Ja, ik denk dat we best wel veel van Mercedes kunnen gaan verwachten daar. Ja, dat we daar meer kunnen zien van wat de updates daadwerkelijk hebben gebracht voor het team. Ja, zeker. Als je ergens downforce uh, nodig hebt, is het uh, Barcelona. Zeker bocht 3 bijvoorbeeld, bocht 4. Dat zijn echt van die snelle bochten waar, als een auto werkt, ja, dan pak je ook tijd. En ik denk wel dat ze daar uh, een stap hebben gezet. Um, ja, in ieder geval, tot nu toe lijkt het de goede kant op. En uh, we gaan het zien hoe, ja, hoe competitief ze kunnen zijn. Maar ik verwacht wel dat ze aardig mee gaan doen. Ja, gelukkig hoeven we er niet lang op te wachten, in ieder geval. Uh, dan naar Ferrari, want daar gebeurde wat opvallends. Carlos Sainz die kreeg maar liefst te horen box to overtake Ocon. Wat in beide gevallen werd vervolgd door de woorden stay out. Een tactiek in de hoop om uh, Alpine te laten boksen. Wat waren jouw eerste gedachten bij het horen van die boordradio's? Nou, het is weer een beetje de, de bende die we vorig jaar al vaak zagen. Dat ze dus niet een duidelijke richting kiezen. Uh, we gaan nu naar binnen of niet. Maar dat is het mooie van een Red Bull die wel gewoon alles goed doet. Ook met verstappen, met regen. Dat zijn moeilijke keuzes. Eén klein foutje in Monaco. En je gooit dan overwinning weg. En zij doen dat goed. En Ferrari zit dan toch wel weer een beetje. Ja, te twijfelen. Er is gewoon geen zekerheid. Um, dus ja, het was uh, ja, echt weer Ferrari zoals vorig jaar. Ja. Uiteindelijk besloot Ferrari dan om Sainz in ronde 33 naar binnen te halen. Om Hamilton te coveren, werd aangegeven. Maar Sainz was er allesbehalve blij mee. Hè? Die keek juist naar voren, naar het gevecht met Ocon. In hoeverre hadden zij qua strategie nog iets anders kunnen doen, denk je? Ja, op zich uh, waren ze denk ik, goed aan het nadenken om uh, Ocon te kunnen verslaan. En uh, ja, dat is ook een beetje waardoor ze zo zaten te twijfelen. Maar ja, ze hadden wel door van. Als we op dit moment een goede pitstop maken, op het goede moment, dan kunnen we die, die podiumplek pakken. Maar uh, ja, er is gewoon te veel onzekerheid dan. He, ze moeten dan echt een duidelijke richting kiezen. En uh, ja, die kozen ze uiteindelijk uh, niet. En waar ligt dat dan aan? Dat zij dat niet kunnen en Red Bull wel? Ja, dat is, heeft denk ik met heel veel dingen te maken. Maar dat, dat uh, begint al bij een Max Verstappen die gewoon uh, het vertrouwen heeft en het vertrouwen uitstraalt naar het hele team. Um, en ja, die, die twijfelen gewoon niet. En dat is uh, ja, iets wat in zo'n heel team doorspeelt. Bij Ferrari is no toch nog dan te veel twijfel. Ja, zullen we wel, zullen we niet? En uh, ja, met de autosport dan moet je gewoon uh, duidelijke keuzes maken. Ja, die hebben nog een stap te zetten dus. Um, voor Niek de Vries was het een uh, prima weekend. Op zaterdag behaalde hij zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe. En tijdens de race finishte hij op diezelfde positie, namelijk P12. Uh, voor zijn team groot Jukicinoda op uh, P15. Hoe tevreden mag hij terugkijken op zijn weekend in Monaco? Nou, ik denk dat hij hierop kan gaan bouwen. Het was een prima weekend. Uh, niet top, want Tsunoda was uiteindelijk wel uh, uh, voor hem... totdat hij uh, door zijn remmen ging en uh, tegen zijn team zei... Uh, You're trying to kill me. Ja, die was ook niet heel uh, blij. Nee, die was niet blij, maar <laughs> uiteindelijk... ja, Tsunoda maakte daar een fout, uh, kreeg gewoon problemen. Anders was hij ervoor geëindigd. Maar aan de andere kant, uh, hij zat er wel lekker dichtbij dicht bij de punten, dus ja, dit is wel uh, een momentje wat hij mee kan nemen voor de rest van het jaar. Ja. Um, tot slot: aankomend weekend staat alweer weer de volgende race uh, op het uh, programma, de Grand Prix van Spanje op het circuit van Barcelona. Wat zijn jouw verwachtingen voor die race? Ja, ik denk niet dat we heel veel uh, uh, verrassingen zullen zien. Uh, ik verwacht uiteindelijk dat Red Bull daar heel sterk gaat zijn, omdat het gewoon uh, op dit moment toch wel uh, lijkt het de beste auto te zijn. Alonso zal er niet ver achter zitten. De Aston Martin die ook gewoon echt lekker gaat. Um, ja, Ferrari, kijken of die dan uh, kunnen aanhaken. Uh, Mercedes misschien ook wel iets dichterbij. Het zal in ieder geval dicht bij elkaar zitten. En dat is wel uh, uh, wat zo mooi is nu aan de Formule 1. Uh, het hele veld zit eigenlijk binnen één seconde. En dat hebben we nog nooit meegemaakt uh, in de hele geschiedenis van de Formule 1. Dus uh, dat is wel echt elke week genieten. Ja, En ze gaan nu ook de layout aanpassen. Het gaat terug naar de oude, snellere layout in Barcelona. Um, wat kunnen we daarvan verwachten, denk je? Nou, ik vind het sowieso leuk, omdat het gewoon uh, die chicane ja, is. Echt zo'n beetje zo'n bocht die je eigenlijk niet wil nemen. Gewoon te langzaam, hij loopt niet lekker. Uh, en die slaan we nu over. Vroeger uh, ja, was dat uh, vol gas. Ik denk dat dat nu ook vol gas zal zijn met een Formule 1-auto. Vrij makkelijk zelfs, maar uh, ja. Uh, er, er komt een DRS achteraan. Dus ik denk dat het voor het inhalen helemaal niet zo verkeerd is. Als je uit die chicane optrekt, trek je meestal een gaatje. Mm -hmm. uh, en nu uh, heb je die snelle bochten voor, die gewoon voor iedereen vol is. Dus ik denk dat we dan einde recht een stuk wat meer inhalacties uh, kunnen gaan zien. Gas erop. Ja. Zeker, gas erop. Ja. Ja. En als je dan nog een uh, voorspelling moet doen van de top drie? Ja, nou goed. Uh, het kan bijna niet ons dat Max uh, toch weer bovenaan staat. Perez moet daar gewoon vlak achter zitten. Um, ja, en dan? Alonso, maar weer. Die uh, toch wel echt lekker bezig is met uh, vijf podiums in uh, zes wedstrijden. Toch op P3 dan weer voor hem? Ja, ik denk wel dat hij goede kans maakt. En hopelijk, uh, als je ziet hoe dicht hij erbij zat, ook in de kwalificatie nu weer. Ja, dan uh, kan hij zomaar voor een verrassing zorgen. Nou, we gaan het zien. Dankjewel Jeroen. En heel graag tot de volgende. Ja, op naar de volgende.